Ik ben verder aan het filmen en aan het experimenteren met de XS10. Dus dat is ook de camera waarmee ik nu aan het filmen ben. Ik kan ondertussen een beetje goud op de kachel gooien ook. Maar een probleem wat ik heb met veel van de reviews die online staan, is dat eigenlijk altijd alles bijna alleen maar positief is. Bijna bij elke videoreview dat ik tegenkom, spreken ze continu over alle pluspunten van de camera's. Alles wat al super goed werkt, alles waarvoor je die camera zeker moet kopen. Dus bij deze ga ik een video maken over de XS1, waarbij XS10 beter. Waarbij ik mij eigenlijk volledig concentreer op alles wat dan negatief is. Ik heb bij mijn eerste bespreking van de camera, heb ik al het een en het ander uitgelegd wat dat mij opgevallen was. En daar waren eigenlijk ook al slechte dingen bij. Dat was niet alleen maar slecht, dat waren ook veel goede dingen. Want ik moet zeggen zoals dat is, de X16 is een goede camera. Heeft vooral als sterke punt die sensor van de X-T4, de recente sensor. Maar ik ga mij nu dus ook even concentreren op de negatieve elementen, dus op de negatieve punten van deze camera. Want die zijn er ook wel, er zijn ook negatieve punten. Om te beginnen de prijs. Op dit moment kost de camera body alleen, dus zonder lenzen of iets, gewoon de body kost 1000 euro. Op zich is 1000 euro misschien niet zoveel voor een spiegelloze camera. Maar als je kijkt wat je tegenwoordig betaalt voor bijvoorbeeld binnen hetzelfde merk, gewoon de XE3, die kost je 500 euro. Die heeft natuurlijk wel minder videocapaciteiten. En dan heb je ook nog de XH1, die heeft ook een sensor die één stap terug is, maar nog altijd een heel goede sensor, maar gewoon één stap terug van sensor. Heeft ook de ingebouwde stabilisatie, heeft ook de betere greep, heeft eigenlijk alle features dat deze camera ook heeft. Heeft ook 4K film en dergelijke. Maar voor die betaal je, als je goed kijkt, iets van 800 euro voor de body alleen. Dus dat is zeker een optie. Nu, de prijs is sowieso iets. De camera is net uitgebracht, dus de prijs zal zich op termijn sowieso... Die zal op termijn afgeprijsd worden, dus goedkoper worden. Ik heb er ondertussen ook mijn lijstje even bij gehad, want ik heb het allemaal voorbereid natuurlijk. Nog een groot nadeel is de kleinere accu. Dus voor mij is dat op zich een groot voordeel, omdat ik al heel veel van die oudere type accu's van Fujifilm verzameld heb in de loop der tijd. Dus ik heb heel veel accu's dat ik gemakkelijk kan uitwisselen. Ze gaan niet zo lang mee, maar ik heb er genoeg om geregeld een keer een accu te verwisselen. En vanaf de X-T4 hebben ze een grotere accu uitgebracht, waardoor dat je iets langer kunt opnemen. Dus dat is een nadeel. In mijn geval is dat een voordeel, dus dat is allemaal heel persoonlijk natuurlijk. Maar ik denk dat het voor veel mensen een nadeel kan zijn dat er een kleine accu in zit. Dus dat je qua opname, je moet rekenen dat je rond de 1000 foto's kunt nemen en dat je ongeveer een half uur 4K kunt opnemen, iets in die zin. Er is maar één geheugenkaartslot, als we het dan toch over de batterij hebben. Dus bij veel van de andere camera's van Fujifilm heb je twee kaartjes dat je kunt plaatsen, dan dient het ene als backup bijvoorbeeld. Bij deze camera heb je maar één zo'n slot en ook heel vervelend, net als bij de XE3 trouwens, zit die slot samen in het batterijcompartiment. Dus je hebt geen apart klepje voor het plaatsen van je geheugenkaartje. Je moet het eigenlijk bij je batterijtje mee wegsteken. En op zich is dat, misschien dat lijkt onnozel, maar het vervelend is als je het kaartje er echt uit wilt halen, om het maximum van de leesnelheid uit die kaartjes te halen. Ondertussen is de kachel goed in brand aan het vliegen. Dan is het altijd prutsen om dat kaartje daar gemakkelijk uit te krijgen, omdat dat samen met die batterij weg zit. Als we het dan toch nog over aansluitingen en poorten enzovoort hebben, deze camera heeft geen koptelefoon ingang. Er zit wel in de doos een adapter van USB-C naar koptelefoon 3,5 mm meegeleverd. Dus je kunt wel een koptelefoon via die adaptertje aansluiten. De locatie, en dat is nog een nadeel trouwens, de locatie van die poort, er zit wel een microfoonpoort op. Maar die zit op een heel slechte plek. Waardoor dat scherm, eigenlijk het kantelscherm, altijd in de weg komt. Of nee, beter, het klepje van die poort komt in de weg te zitten van het kantelscherm. Als het scherm naar u toe wil draaien om te vloggen. Eigenlijk. Dus dat is een nadeel. Het is ook geen weathersealed camera, dus hij is niet zo weersbestendig. Nu op zich, de XE3 is dat ook niet. Maar de XH1 bijvoorbeeld is dat al wel. In de praktijk ga je dat zelden nodig hebben, tenzij dat je heel veel verre reizen maakt en heel... gure omstandigheden werkt voor gewoon dagelijks gebruik en een klein beetje regen of zo, kan dat zeker geen kwaad. Nog een nadeel voor mij is dat er een PASM-knop op zit in plaats van de typische Fujifilm
specifieke knoppen voor sluitertijd, diafragma enzovoort. Dat vind ik zelf persoonlijk heel gemakkelijk werken. Nu, voor sommige mensen zal dat juist een voordeel zijn. En dan nog een persoonlijk nadeel voor mij dan, is de zoeker. Bij die digitale is altijd volledige dekking van uw beeld, dus dat probleem is er niet. Maar de grootte van de zoeker verschilt wel heel vaak. En bijvoorbeeld bij de XE3, ik denk dat dit de zoeker, dezelfde zoeker heeft als de XE3 of een vergelijkbare zoeker. Het is niet zozeer de resolutie is altijd wel oké voor mij. Puur het kijken in de zoeker, de grootte daar is heel belangrijk. En dan ga je merken dat de XH1 een veel grotere zoeker heeft om door te kijken. Dus veel gemakkelijker om dingen waar te nemen, om te zien of alles scherp is of niet. Of dat alles goed in beeld staat, compositiebepaling enzovoort. Allemaal veel gemakkelijker in een grotere zoeker, zoals van de XH1. Maar als je de zoekers van de XT2, XT3, XT4 en XH1 gewoon bent, dan zal dit wel een stap terug zijn qua grootte van zoekerbeeld.